Goedemorgen allemaal. Vandaag is de dag van de lentekriebels. Ja, en we hebben natuurlijk al eens een bij getekend. En volgens mij misschien ook al wel een bloem. Maar ja, ik denk dan aan beestjes. Hè? Lentekriebels, mieren die kriebelen. Laten we gewoon wat dingetjes gaan tekenen. Een mier, een bij, een bloem. Doe je weer mee? Goed. Vandaag is de dag van de lentekriebels. Bloemetjes, bijtjes, miertjes, rupsjes. Ja, een bij hebben we al getekend, maar laten we dat nog maar eens een keer doen. Hè, laten we dat maar eens kijken hoe we dat ook alweer deden. We beginnen met de ogen. Zo. Dan heeft hij zo'n... harig beginnijfje. Die pootjes natuurlijk, niet te vergeten. En dan heeft hij natuurlijk twee vleugels. En een mooi achterlijf. Zo. Met daarop wat strepen. Hè? Zo. En natuurlijk ook nog achterpootjes. Zo, nou, ik vind dat best een mooie bij. Hij heeft hier natuurlijk ook nog zo zijn neus. Goed, dat was dan de bij. Ja, laten we die bij dan eens gelijk maar eens even tekenen dat hij op een bloem zit. Zo. Nou, het zou een zonnebloem kunnen zijn. Hè? Nou, dan heeft hij allemaal nog van die kleine zonnebloempitten natuurlijk. Of zonnebloempitten in ontwikkeling. Nou, je ziet hoe je dat op een simpele manier kan weergeven. Zonnebloemblaadjes. Nou, zonnebloemblaadjes. Het zijn een apart soort blaadjes. Ze zijn vrij lange blaadjes. Een beetje in een punt toe lopen. Verschillen ook best wel wat. Sommige zitten ook over elkaar heen. Hè? Dus hier moet je dadelijk ook weer zo. En ook wel blaadjes tekenen die erachter vallen. Nou, zo. Niet zo heel nauw met die laadjes. Ik probeer ze een beetje constant te houden qua vorm. Ik zie dat mijn stift een beetje opruimt. Pak we even een andere stift erbij. Nou, dit wordt een best wel aardige zonnebloem, dan zeg ik het zelf. Volgens mij hebben we die zonnebloem ook al eens een keer eerder geoefend, maar dat durf ik niet met zekerheid meer te zeggen. Nou, ik heb hier nog wat. Zo. Nou, we hebben zo wel een hele mooie bloem getekend.
Ja, laten we daar ook eens een mier dan naast steken. Nou, hoe ziet de mier eruit? Nou, dat is een soort druppel van een kop. Nou, misschien moet hij iets groter nog. Zo. En dan een heel gek soort druppel ook weer als achterlijf. Of tenminste als middenlijf. En dan ook weer een soort druppel als achterlijf. Zo, nou, dat zijn wel hele rare druppels zo. Nou, en dan die poten, ja, dat is dan even apart. Want die gaan eerst omhoog en dan naar beneden. Zo. Zo, en dan heeft hij ook nog van die voelsprieten. Zo, en dan achter, of tenminste hier vandaan, ook nog poten. Die gaan eerst omhoog en dan naar beneden. En dan zo, up. En splijten dan ook nog ergens daar. En dat doen ze eigenlijk hier ook zo. En nou, 1, 2, 3. En de andere kant natuurlijk ook nog pootjes. Zo. En eigenlijk komen ze allemaal van hier. Komen die pootjes. Dus eerst omhoog. Dan naar beneden. En dan die. Nou, dan hebben we een bier, zeg maar. Ja. Misschien, ja, die kop die kunnen we ook nog wat vereenvoudigen, of tenminste wat gedetailleerder doen. Dat we echt het oog van die mier doen, zo. Dan hebben we het oog ook van de mier. En eigenlijk is dit ook een soort kaak, zo, hè, van zo'n mier. Nou goed, die voelsprieten, die zitten echt bovenop zijn kop. En, echt dat lijf zo. Dat achterlijf. Dat is echt wel een dingetje. Zo, nou, dan komen hier die poten vandaan. Zo. Goed. Ook die andere poten die komen daar vandaan. Ja, nou. De bovenste mier was misschien nog wel het beste. Ja, we hebben natuurlijk ook rupsen. Nou, rups is eigenlijk heel makkelijk als we dan kijken zoals we dat vroeger hebben geleerd. Rupsje nooit genoeg. Dan weet u het nog, vroeger. Maar let wel op, een rups is geen duizend poten. Dus hij heeft hier drie pootjes en hij heeft hier drie pootjes. Zit hij bijvoorbeeld op een blad? Zo. Dan weet ik eigenlijk niet of een rups ook voelsprieten heeft. Volgens mij niet. Sommigen wel misschien. Je kan hem ook nog wat harig tekenen natuurlijk. Je kan hem hier nog zo'n angel geven. Die hebben ze ook wel eens. Je kan er ook een streep overheen zetten natuurlijk. Rups. Ik zou zeggen, bloemetjes en bijtjes. Het gevoel van de lente. Ik zou lekker aan de slag gaan. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.